dode meneer. Wie is het? Pater Erwin van de Vlucht. De schedel is verbrijzeld. Klap met een zwaar voorwerp. Dat beeld waarschijnlijk. Is de aartsengel Gabriel? Kan niet gevallen zijn. Ja, dat zou wel kunnen, maar waar vanaf? Dat is een goede vraag. Hoe lang is het geleden? Hooguit een uur. Het is 11 en 12. Werkt die pater hier? Ja. Het meisje heeft hem gevonden. Ze kwamen even een kaarsje branden. Waren er andere mensen de kerk toen ze hem vonden? Nee. Maar ja, iedereen kan eruit lopen, hè? Godshuis. Tja, je bent zo verdwenen in de massa. Koningsplein, Leidsestraat, Kalverstraat. Ja, dat is lastig. Mag die weg? Doe maar. Ik wil even langskomen als dat kan, om een uur of 10. Laat me even weten of het kan. 6755432. Met Frank, kun je me zo snel mogelijk terugbellen? Dringend. Zit je hier? Hier, bellen. Ene Janneke, laten komen. Hier, bellen. Ene Janneke laten komen? Jij bedoelt, beste Dick, hier heb je een papiertje, daar staat een nummer op en als je daar belt, dan tref je ene Janneke en zou je haar vriendelijk willen verzoeken even naar het bureau te komen. Ik wou geen belastinggeld verspillen. Wij kosten de gemeenschap geld. Gezellig. Geweldige man om mee te werken. De kok met COCK. Janneke van Pol. Ga u zitten. Dank u wel. U weet inmiddels waarom het gaat? Ik heb het gehoord, ja. Vreselijk. Afschuwelijk. Ik heb hem vanochtend nog gesproken. Ach, waarover? Dat kan ik u niet zeggen. U maakt ons nieuwsgierig. Is dat wel verstandig? Ik heb gebiecht. Gebiecht? Ja. Waarover? Ik geloof niet dat u dat mag vragen. En waarom niet? Ja, we kunnen een priester niet dwingen om te vertellen wat hij gehoord heeft in de biechtstoel, maar we kunnen degene die de biecht heeft afgelegd wel vragen waarover het ging. Maar daar zult u geen antwoord op krijgen. Wat ik de biechtvader vertel, is alleen voor hem bestemd. En de grote roerganger natuurlijk. Daarom biecht ik ook. Om ervan op aan te kunnen dat het tussen hem en mij blijft. Het gaat hier om een moordzaak.
Ik geloof niet dat mijn onschuldige zondes daar iets mee te maken kunnen hebben. Dat willen wij graag uitmaken. Het spijt me. Nee. Kan ik gaan? Kun je even komen? Goed. Van Pol, Janneke. Wat is uw beroep? Bijstandsmoeder. Mijn naam is de Kok, met COCK. Esmee de Vroet. Mevrouw de Vroet assisteert in de kerk bij de mis en zo. Ja, en ik zorg voor de bundeltjes en kaarsen. Juist. Ik denk dat ik weet wie Erwin vermoord heeft. Kan niemand anders zijn. Hij had een vriend. Rolf Voortman. En ze hadden ruzie. Een vriend? Was Van de Vlucht homoseksueel? Doet dat er iets toe? Dat zou heel goed kunnen, ja. Een minnaar of een gewone vriend, dat scheelt nogal. Was het zijn minnaar? Heeft u een adres van die Rolf? Ik heb het al opgeschreven. Dat is erg vriendelijk. Weet u wie Frank is? Frank? Die stond op het antwoordapparaat. Dat zal die zakenman zijn, pater econoom. Die belde wel eens. Heeft u daar verdere gegevens van? In de klapper, onder de F van Frank of de G van geld. Die is alleen met geld bezig. Waar was u vanochtend, tussen 11 en 12? Met mijn zus. Volgens mij was hij niet bepaald een vriend van Erwin. Die Frank bedoel ik. Als hij belde, was Erwin niet te genieten. Gaan we nu naar pater Frank? Nee, eerst Rolf Voortman. Die zit hier. Wie is dat? Dat is de ex van het slachtoffer. Is het een homo? Oh. Oh. Wat nou? Maakt het dat makkelijker? Nee. Nou, ja. Nou, we hebben in ieder geval iemand. Dit is die Voortman. Dan kunnen we ergens beginnen. Dat bedoel ik. Ja, ja. Gaan we even koffie halen, David. Okay. Mijn naam is de Kok. Dat is mijn collega Fledder. Ga er zitten. Recherche. Interessant. Wat hebt u vandaag gedaan? Niks. De hele dag thuis geweest? Ja. Hoezo? Is er iemand die dat kan bevestigen? Nee. Wat is dit? Wat is er aan de hand? Het gaat om Erwin van de Vlucht. Die kent u toch wel? Oh. Erwin. Ja, ja. Ja, dat is toch uw ex-vriend? Ja, dat is mijn ex-vriend. Wat heeft hij gedaan? Ik kan me niet voorstellen dat hij iets gedaan heeft. Hij is dood. Waarschijnlijk vermoord. Dat geloof ik niet. Wie zou Erwin nou willen vermoorden? Dat kan niet waar zijn. Mijn god. Hij stijgt in mijn achting. Is er een kwaliteit om vermoord te worden? In zijn geval wel, ja. Getuigt hij op de valreep tenminste nog van een beetje passie. Hij was altijd zo saai, zo keurig. Stel je voor, Erwin vermoord. Meesterlijk. Doet u niet veel pijn? En u schrikt er niet erg van? Wij schrikken niet meer zo snel, heren. En zeker niet van de dood. Wij? Wij homoseksuelen. Heeft u nog meer vragen? Ik heb niks te vertellen. Ik heb het namelijk niet gedaan. Misschien moeten we eens gaan praten met Suzanne Korver. Niet dat ik denk dat zij het gedaan heeft, hoor. Dat kan ik me niet voorstellen. Maar helemaal fris is ze ook niet. Suzanne Korver? Waar kunnen we die vinden? Volgens mij woont ze op de plantage Badlaan. Maar ze zal wel in het telefoonboek staan, denk ik. En wat is de relatie tussen Van de Vlucht en die Suzanne Korver? Geen. Tot haar grote spijt. Daarom moeten we maar eens gaan praten. Heren? Gaat u zitten.
Ja, nee, u bent niet de eerste die vreemd opkijkt van dit alles. En dat geeft ook helemaal niks. En weet u wat het rare is? Ik geloof er zelf ook niet eens echt heel erg in. Ik bedoel, ik geloof niet zozeer dat Christus aan het kruis is gestorven voor ons. Letterlijk dan. Ik bedoel, het zijn metaforen, denk ik. En dat is de verwarring. Men valt de metaforen als feiten aan, maar dat is onzin, begrijpt u wel? Ik bedoel, ik geloof omdat ik het belangrijk vind om ergens in te geloven. Want als je dat niet doet, dan ben je verloren. Kijk maar om ons heen. Iedereen is losgeslagen. En of het nou het geloof is, of een ideaal, of wat dan ook, dat maakt natuurlijk allemaal niks uit. Maar wij hebben structuur nodig. En dit geeft mij structuur. Begrijpt u? Ja, ik begrijp het wel. Is dat de aartsengel Gabriel? Ja. Maar wat sta ik hier nou toch te praten? Daar kwam u niet voor, neem ik aan. Om bekeerd te worden. Nee. Mevrouw Korver, Erwin van der Vlucht is dood. Goeie God. En we hebben redenen om aan te nemen dat hij vermoord is. Vermoord? Daar ziet het wel naar uit, ja. En hoe is dat dan gebeurd? Wie heeft dat gedaan? Tja, daar probeerden we juist achter te komen. Wie wilde nou Erwin vermoorden? Dat is toch idioot? Ik bedoel, moord is natuurlijk altijd idioot, maar Erwin... Waar was u vanmorgen tussen 11 en 12 uur, mevrouw Korver? Thuis. Boodschappen doen, niks bijzonders. Oh, wat vreselijk. Ik kan het me helemaal niet voorstellen. Hoe kan zoiets nou... Wat was uw relatie met Erwin van der Vlucht? Die man was net Jezus. Weet u, ik bedoel... Dat stel je je voor bij zo iemand. Zonder agressie. En zo vol liefde en aandacht voor een ander. Als God zo is, dan komt het nog wel goed met de wereld. Waar heeft u die boodschappen gedaan? Is er iemand die kan getuigen dat hij daar was? Kassière van de supermarkt. Nee, dat denk ik niet. Ze kunnen het allebei gedaan hebben, zoals zij als die nicht. De aartsengel Gabriel. Is daarmee? De engel der wraken. Vraag een prins of ze die twee even wil natrekken bij buren en familie en zo. Wij gaan naar Pater Frank. Ja? Frank van der Veer. De kok. Fledder. Gaat u zitten. Wat kan ik voor u doen, heren? Erwin van der Vlucht is dood. Daar schrik ik van. Wat was uw relatie met hem? We hebben samen op het seminarie gezeten. U bent ook priester? Hoeft u niet zo verbaasd bij te kijken. Ik ben ook priester, ja. Ik hou me echter met andere zaken dan de liturgie bezig. Ik ben econoom. Bent u jezuïet? Inderdaad, meneer de Kok. Maar wat is nou eigenlijk aan de hand? Ik bedoel, u bent van de recherche. Ja, wij nemen aan dat er sprake is van moord. Goh, wie kan dat gedaan hebben? Dat weten we nog niet. U stond op zijn antwoordapparaat. Hij moest u terugbellen. Het was nogal dringend, zei u. Dat was zakelijk. Ik hielp hem met zijn kerkbalans. Erwin wilde geld reserveren voor de restauratie van wat beelden. Ja, wat is uw beroep nu eigenlijk? Ik ben vermogensbeheerder. Aandelen, dat soort dingen. Bent u een rijk man? Ik doe het inderdaad niet slecht. Maar alles wat hier verdiend wordt gaat naar de Nederlandse Orde der Jezuïeten. Kon u goed opschieten met Erwin van der Vlucht? Wat zal ik zeggen? We waren het extreem oneens met elkaar.
maar ook dat schept een band. En waarover was u het zo oneens? Kijk, Erwin had meer belangstelling voor de parochianen. Zonder geloofsgemeenschap geen kerk, zei hij. En wat zei u dan? Zonder geld geen kerk. Maar misschien is er iets dat u moet weten. En dat is? Erwin wilde uit het ambt stappen. Mevrouw van Pol. Dag, meneer de Kok. Woont u hier? Ja, al jaren. Als u me even wil excuseren, de kinderen. Ik kom net een mailtje van de technische recherche binnen. Er zit geen vingerafdruk op het beeld, ze zijn afgeveegd. Pater Erwin woonde alleen. Rustige man, zeggen de buren. Aardige man. Gelovig katholiek, overtuigd priester. Volgens pater Frank wilde hij ermee kappen. Misschien wil iemand hem tegenhouden? Ja, maar wie? En? Zit er al schot in die kerkmoord? Hoeveel zijn jullie? Nou, een inventarisatie. Verdachte? Een valse nicht die er niet erg mee zit dat zijn ex dood is. Een geloofshysterica... Een vrouw die niet veel wil zeggen. En hoe zullen we onze pater Frank noemen? Zoals ik al zei, een jezuïet. Een jezuïet? Een echte? Is dat zo erg dan? Ja. Ja. Wat doen die dan? Jezuïeten. Dat zijn de politici van de Rooms-Katholieke Kerk. Ik ben opgevoed bij de jezuïeten. Aha. Nee, wij beginnen een beeld te krijgen. Nou, ze maken een grapje met je buiten dan. Voor grapjes worden jullie niet betaald. Ik wil dat je dit krachtig aanpakt. Dingen met het geloof vind ik altijd link. We zullen ons best doen. Rolf Voortman heeft vanmorgen wel zijn huis verlaten. Hij is ruim 2 uur weg geweest. Bingo. Nou, morgenochtend maar. Meneer de Kok, kan ik u ergens mee helpen? Nou, niet speciaal. Ik keek even rond. Gaat uw gang. Was van de vlucht een gelukkig man? U weet het niet? Jawel. Ik weet het wel. Nee, dat was hij niet. Waarom niet? Het is tegenwoordig niet gemakkelijk voor een priester. Hij wilde uit het priesterambt stappen. Wat vond u daarvan? Hij had het moeilijk de laatste tijd. Een parochiaan had zelfmoord gepleegd. En daar had hij nogal moeite mee. Ja, logisch toch. Hij voelde zich verantwoordelijk. U hebt gisteren wel uw huis verlaten. Wie zegt dat? Je buurvrouw. Ze heeft je om 10 uur zien vertrekken en tegen 1 uur weer thuis zien komen. Welke buurvrouw is dat dan? Maakt het iets uit? U bent gezien. Ik denk dat ik er verstandig aan doe het een en ander met een advocaat overleggen. Hebt u Erwin van de Vlucht vermoord? Nee, natuurlijk niet. Maar ik wil nu even verder niks meer zeggen, als u het niet erg vindt. En waarom is dat? Nog iemand? We hebben iets gevonden. Die Suzanne Korver heeft een strafblad. Geweldpleging. Ze is er 4 keer voor veroordeeld. Geweldpleging? Wat heeft ze dan gedaan?
Nou, één keer een vriendje met een poker het ziekenhuis ingeslagen. En één keer in een ruzie na een klein verkeersongeluk iemand een gebroken neus geslagen. Meestelijk zeg. Ze heeft ook nog een keer een treinconducteur een dreun verkocht. Ja, ja, wat een wijs zeg. Geweldig. Word je er opgewonden van? Ja, nou, nee, nou, ja, als je dat hoort, dan verwacht je toch een of andere kogelstootster uit het Oostblok. Laat het ook maar ophalen. Ze is er niet. Ik heb al 3 keer gebeld. Nou, zoek het maar, hè. Maar doe wel voorzichtig. Wie weet er iets van geld hier? Vermogensbeheer en zo. Ik weet wel wat. Ik heb aandelen en opties en zo. Meen je dat nou? Ja. Dat hongerloontje dat ik hier verdien, word ik niet rijk. En dat ben je wel van plan? Ja, dat ben ik wel van plan, ja. Duik jij nou maar eens even in die business van Pater Frank. Ik wil gewoon iets meer weten over zijn zaken. Oké. Dan weet je, Dick? Yep. Jongens, tot ziens. Ja, het beste, hè. En dat is toch het grote probleem met deze zaak. Het motief. We hebben nog niet echt iets kunnen vinden. Waarom vermoord je een priester? Nou? Suzanne wil hem. Hij wil haar niet. Suzanne wordt kwaad. En slaat hem zijn hersens in. Dat kan toch? Alles kan. Het is een routineklusje voor haar. Of het heeft met die biecht te maken. Ah, iemand gaat biechten. Die vertelt alles, krijgt even later spijt. En vermoordt de biechtvader. Ja, sorry hoor. Mijn beroep is het niet. Volgens mij zijn we er snel uit. Oh ja? Ja, die homo, die Rolf Voortman. Waarom wil hij anders een advocaat? Fleda. Dankjewel. Suzanne Korver is terecht. Ze zit thuis. Ze heeft de boel kort en klein geslagen. Ik had er opeens genoeg van. Dat heb je wel vaker, hè? Hoe bedoel je? U hebt een strafblad. Oh ja, dat hebben jullie natuurlijk meteen in handen. Uiteraard. Dat was vroeger. Kijk de data maar na. De laatste keer was minstens 5 jaar geleden. En dit dan? Dit stelt niks voor. Dat zijn mijn eigen spullen. Daar heeft toch niemand last van? De buren hadden een beetje last van het lawaai. Ze moeten zich niet aanstellen. Ik was in 5 minuten klaar. Korte, heftige erupties, hè? En daarna weer de rust zelf. Mag dat niet? Heeft het te maken met de dood van Erwin? Lijkt mij wel, hè? Niemand heeft je gisterochtend boodschappen zien doen, Suzanne. Is dat mijn fout? Ja, mijn cliënt is die ochtend 2 uur van huis weg geweest. Alleen waar naartoe, dat kan hij op dit moment niet aan u zeggen. Maar als u hem nou een dag of wat geeft, dan hoopt hij dat wel snel te kunnen doen. Ja. Je gaat nog even een alibi in elkaar flansen, begrijp ik. Nee. Ja, je kan wel nee zeggen, maar ik denk van wel. U wil nog met iemand praten of zo? Toestemming vragen voor het afleggen van een verklaring? Zoiets, ja. We kunnen die persoon toch hierheen halen en er even bij blijven? Nee, dat kan niet. Houd de gang maar. Zet me even een mannetje op die Rolf Voortman voor de eerstkomende 24 uur. Nou, dat zou moeilijk gaan, want we hebben helemaal niemand meer. Nou, dan doe je het zelf. Hè? Ja. Ja, natuurlijk, dat kan, ja. Onze pater Frank doet niet zoveel, hoor. Voor zover ik heb kunnen achterhalen, handelt hij maar heel weinig. Voor een vermogensbeheerder. Ik heb zijn eigen papieren natuurlijk nog niet gezien, maar hij heeft niet meer dan een paar duizend aandelen met obligaties. In principe is het peanuts. Hm? Een paar jaar geleden heeft hij nog wel belegd voor derden, kennissen, vrienden. Maar dat is vaak misgegaan. Hoe bedoel je? Nou, dat hij bijvoorbeeld een erfenis verkeerd belegde en dat dat geld weg was. De laatste keer was in 91. Oh, dat heeft er dus niks mee te maken. Behalve dat er 1 interessant aspect aan vastzit. Of eigenlijk 2. En die zijn? Wij kennen 2 van de beleggers. Janneke van Pol is 30.000 gulden kwijtgeraakt. En Janne? Die vrouw die in de kerk werkt, Esmee de Vroet. Verloor 2,5 ton. Mijn vader was overleden. En zijn huis werd verkocht. Nou, ik ben enig kind.
Dus ik had ineens 250.000 gulden in handen. En dat geld wilde ik overmaken aan een stichting voor zwerfkinderen in Brazilië. Nou, toen zei pater Erwin dat ik moest gaan praten met pater Frank. En die zei? Hij heeft het geld voor me belegd. Het plan was dat we het zouden beleggen met risico's in... Opties. Juist, opties. En we zouden proberen om steeds in een paar maanden geld mee te verdienen en zo de winst over te maken aan die stichting in Brazilië voor die zwerfkinderen waar ik u over vertelde. Ja, ja. En hoe is het afgelopen? Slecht. Alles is weg. Ja, maar die kans is er als je dat belegt in, met die... Opties. Ja. Heeft u nog papieren van die transacties? De aankoop van de aandelen of de opties? Nee. Die is pater Frank allemaal. Hij deed het allemaal. Ik hoefde niks te doen. Het is lang geleden. Maar het doet toch pijn, zo'n bedragje. Het is voorbij. Bent u rijk? Absoluut niet. U hebt 3 kinderen? Ja. Maar geen echtgenoot? Die is al geruime tijd verdwenen. U bent niet gescheiden? Niet officieel. Lijkt mij een lastige situatie. Is het ook. Financieel. Ja. Maar wat heeft het met Erwin van der Vlucht te maken? Dat is allemaal meer dan 5 jaar geleden. We missen iets. Een schakeltje. Esme de Vroet valt af. Die zat heel de ochtend bij de zus. Zoek jij eens uit hoe lang Janneke van Polder woont in het huis. Wat wil je daarmee? Ik zoek, dat is alles. En duiken jullie samen eens in de boeken van onze pater. Administratie en zo. Ja. Waar zoeken we naar? Ik zou het bij God niet weten. Nog iets? Nee, dat doe ik zelf wel. Wat? Ga dan maar. Ik begrijp het niet, mijn administratie. Uw financiële administratie. Uw beleggingsadministratie. Ja, van eind jaren 80 tot begin jaren 90. Maar waarom? Heeft u een dwangbevel? Nog niet. Maar dan kunnen wij natuurlijk wel aankomen. U kunt zich die moeite besparen. Eind jaren 80, begin 90, zei u toch? Ja. Ja, die heb ik niet meer. Die heeft u niet meer? Bij een reorganisatie zijn de verkeerde archiefmappen weggegooid. Ach, pater. Waar was u eigenlijk op de ochtend dat Erwin van der Vlucht vermoord werd? Hier? De hele ochtend? Of nee, ik ben er even uit geweest voor een broodje. Half uurtje, denk ik. En waar heeft u dat broodje gegeten? In het park. Als u het precies wilt weten, ik heb bij de bakker 2 hamkaascroissants gekocht en die heb ik in het park opgegeten. Ik ben een half uurtje weg geweest, hooguit. Mevrouw Korver. Oh, hallo meneer de Kok. Wat bent u aan het doen? Ik kom even een paar spullen ophalen. U gaat verhuizen? Zoiets. Waar naartoe? Ik weet het nog niet. Maar hier weg. Ik kan zo lang bij een zusje van me zitten. Ik ben hier weg. Ik zou nog graag even met u willen praten. Als politieman of als mens? Ik probeer meestal een combinatie van die twee te zijn als u dat goed vindt. Oké. Pater Frank liegt. Ja. Ik kan naar de beurs gaan, daar hebben ze natuurlijk alles. Ja, maar dan zijn ze niet makkelijk hoor. Het wordt een hele papierwinkel. Nou, ik denk het niet. Ik heb daar namelijk een paar vriendjes. Check jij intussen even Franks alibi? Een paar vriendjes? Zonder inside-informatie moet je er niet aan beginnen. Ik zei het toch, ik wil rijk worden. Weet je waar jij mee bezig bent? Dat is prostitutie. Weet u, ik had dus iets met een wielrenner. En dan ga ik dus zelf ook meteen wielrennen. Ik koop zo'n hele outfit, de duurste fiets die je maar kan krijgen. En ik wist maanden van tevoren alles van de Tour de France. In 93 was dat. Ik wist van de 186 renners die er meededen door zo'n 150 bijna. Ik wist voor welke ploegen ze reden, wat hun specialiteiten was. Alles wist ik.
Maar de liefde ging voorbij? Ja. Nee, hij verdween in ieder geval. Fietste zo mijn leven uit met een schoonheidsspecialiste achterop. Ik doe iets fout, maar ik kan er niks aan doen. Het gaat vanzelf. Kunt u eens even zitten. U was verliefd, Erwin van de Vlucht? Zoals ik nog nooit in mijn leven op iemand verliefd ben geweest. Waarschijnlijk ook nooit meer worden zal. Dat heeft u me ook verteld? Ja. En? Hij wou niet. Hij wou mij niet. Hij was homoseksueel? Niet meer. Niet meer? Hij was er vanaf. Dat heeft hij mezelf verteld. Al een hele tijd. Daarom is hij ook bij Rolf weggegaan, omdat hij genezen was. Zo noemde hij dat. Prins is naar de beurs en pater Frank zegt dat hij geen administratie meer heeft. Dat hij op het tijdstip van de moord bij de bakker in een park was. Hou je vast. Wat is het? Ik heb wat. En dat is? Rolf Voortman is HIV besmet. Hoe weet je dat? Hij was vanmiddag in de AIDS-kliniek van de AMC. Hij is daar patiënt. Dan lijkt het mij verstandig om seks te laten plegen van de vlucht. Dat lijkt mij een goed idee, ja. Vraag de koningen of hij het wil onderzoeken. Haal die rollen voort maar op. Yes, sir. En? En wat? Jij zou vertellen waar je gisterochtend was. Ik zou zeggen. Vertel maar. Dat kan ik niet doen. Het spijt me. Ja, dan zullen we het heel anders moeten aanpakken. Ik heb u niets meer te zeggen dan ik al gedaan heb. Maar wij hebben inmiddels wel andere vragen. Waarom zijn Erwin en jij uit elkaar gegaan? Dat doet er niet toe. Dat is heel lang geleden. Wij vinden dat dat er wel toe doet. Erwin en ik zijn uit elkaar gegaan omdat het op was. Zoals dat gaat. Maar Erwin van de Vlucht was toch genezen van zijn homoseksualiteit? Dat was het toch? Het is geen ziekte, meneer de Kok. Neem ons niet kwalijk, maar dat waren zijn eigen woorden. Erwin zei inderdaad dat hij genezen was. En dat maakte jou des duivels zeker? Ja. Daar ben ik inderdaad heel kwaad om geworden. Heeft u Erwin of heeft Erwin u besmet? Wat bedoelt u? Waar heeft u het over? U weet heel goed wat ik bedoel. En u weet heel goed waar ik het over heb. Erwin was niet besmet. Deze ellende is allemaal van daarna. Ik zal u de naam en het adres geven van de persoon waar ik gisterochtend geweest ben. Hij was bij iemand. Een man. Ja, nou en? Getrouwd, 2 kinderen, hoge functie bij de gerechtelijke macht. Aha, juist. Dus Rolf heeft een alibi. Ja, dat ziet er wel naar uit, ja. Goed, dan zijn we weer waar we zijn begonnen. Met helemaal niks. Waar is de kok? Heb je wat? Dat kun je wel stellen, ja. Het geld van een aantal klanten van pater Frank is helemaal niet belegd door pater Frank, maar door iemand anders. Door wie dan? Janneke van Pol. Haar naam staat op de afschrift. Janneke laten ophalen. U woont pas 2 jaar in deze buurt? Ja. Vreemd. Het is een beetje een dure buurt voor een bijstandsmoeder. Maar dit verklaart het. U belegt, mevrouw van Pol, klopt dat? Ik adviseer je niets meer te zeggen zonder advocaat. Klopt dat, mevrouw van Pol? En u heeft als belegger prachtige resultaten gehaald. Hier. Op maandag koopt u 1000 call-opties in uw leven. En een paar dagen later schieten de koers omhoog. Dat is een perfecte timing. Zo zijn er nog een paar. Kunt u mij uitleggen wat het eigenlijk is, een call-optie? Call-opties, dat zijn een soort aandelen.
In wezen komt het erop neer dat je met koolopties erop gokt dat de beurs of een fonds gaat stijgen en met poetopties dat het gaat dalen en daar zet je je geld op. Het is dus gewoon gokken. Janneke, kan ik je even onder vier? Nee, dat kan u niet. Dan houdt u nu even uw mond. Is dat wat u gedaan hebt, mevrouw Van Pol? Gewoon gokken? Het was maar geld. Geld van rijke beleggers. Maar u gokte altijd goed. Dus u had of heel veel geluk... Of u had hele goede contacten. Mensen die wisten dat een koers zou gaan dalen of stijgen. En dat is handel met voorkennis. En dat is strafbaar, mevrouw Van Pol. Ik zou alleen maar intermediair zijn en mijn percentage krijgen. Janneke. Ik had het geld nodig. Mijn man stuurt me zo nu en dan wel eens wat. Maar er zit geen enkele structuur in. Ik heb 3 kinderen. Goeie God. Het was maar geld van rijke beleggers. Ik had nooit gedacht dat het zo... uit de hand zou lopen. Wat had u te biechten bij pater Erwin? Zelfmoord? Wat weet u daarvan? Die man... Het was een vage kennis van Frank. Iemand die Frank kende. Die man heeft belegd. Op mijn naam. Hij was al gauw zijn geld kwijt. Zijn zaak is failliet gegaan en toen heeft hij zelfmoord gepleegd. En daar kon u niet meer leven? Ik had nooit moeten gaan biechten. Heeft u daarom pater Erwin vermoord? Hoe je spijt had voor die biecht? Nee. Nee, ik heb hem niet vermoord. Hij zegt dat ik medeplichtig ben. En dat mijn kinderen bij me weggehaald zullen worden. Dat zal wel meevallen, denk ik. Heeft u gezien wie pater Erwin heeft vermoord? Ik wil biechten. Het is belangrijk. Ik moet iets kwijt. Ik dacht al dat het zoiets was. Kom maar. Wat doe jij hier? Wat heb je gedaan? Ik heb gebiecht. Weet jij nog wat dat is? Wat heb je verteld? Alles. Frank? Erwin. Ik ben bang dat jij jezelf aan moet geven bij de politie. Als de politie erachter komt, kan ik mijn hele leven geen zaken meer doen. Dan zal ik je moeten aangeven. Dat kun je helemaal niet. Je bent gebonden aan je biechtgeheim. Ik denk dat dat me boven wel vergeven wordt. Dat meen je niet. Nou, en of ik het meen? Ga je zelf of zal ik? En wat is het dan nog waard, de biecht? Wat is het ooit waard geweest? Dan praat jij niet over waarde. Je bent een schande voor de kerk. Ik schaam me dat jij ooit op het seminarium hebt gezeten. Waar ga je naartoe? Wat denk je?
En wat gebeurt er nou met die vrouw, die Janneke? Ze is natuurlijk medeplichtig aan fraude, maar niet aan moord. Dus de kinderen worden niet bij haar weggehaald? Dat lijkt me niet, nee. Ik begrijp toch nog steeds niet hoe die vrouw er nou precies in elkaar zit. Frank kocht opties via Janneke voor beleggers. Als priester was Frank betrouwbaar. Hij had veel kennis die hem vertrouwelijke informatie gaven. Bijvoorbeeld over een bedrijf dat failliet zou gaan. Dat is toch voorkennis? Ja, Frank wist dan dat de koers van dat bedrijf zou gaan dalen. En dan moet je put-opties kopen. Ja, maar Frank loog tegen die beleggers, zei dat de koers zou gaan stijgen. En dan gaven die beleggers hem geld om call-opties te kopen. Maar Frank kocht dan put-opties? Juist. En als de koers dan gezakt was, dan zei hij tegen die beleggers dat het helaas mislukt was. En dat ze hun geld kwijt waren. Ja, ja. En dat stak Frank ook in zijn eigen zak. Dat is lekker, dat is dubbele winst. U weet ook wel het een en ander van de beurs, hè? Ja, van het salaris van hem wordt nooit rijk. Ze heeft er gevoel voor.